Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietrofoto van vanochtend zien we nog steeds heel veel bewolking boven Nederland, maar in de loop van de dag begint de bewolking vanuit het noordoosten te breken. Dat betekent dat er op steeds meer plaatsen de zon gaat schijnen, maar in het midden en zuiden stelt de zonneschijn weinig voor. Daar is het wisselvallig weer en een klein lage drukgebied zorgt vooral in Gelderland voor lokaal veel neerslag. Het kan ook onweren, het kan ook hagelen. En dat kan ook in het zuidoosten gebeuren en ook in Overijssel, Utrecht en Flevoland. Temperaturen vanmiddag 15 tot 21 graden in Groningen. En vanavond trekken de buien geleidelijk weg en wordt het op de meeste plaatsen weer droog. Morgen krijgen we een herhaling van zetten. In de noordelijke helft van het land schijnt geregeld de zon. Daar blijft het waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. Maar in het zuiden en later ook in het oosten kunnen weer enkele stevige buien vallen. Ook weer met onweer. En het wordt opnieuw plaatselijk 20 graden. Donderdag trekken er meer buien over het land. Dan wordt de wind ook wat sterker. Vrijdag draait de wind naar het noordoosten. En die blaast de buien zuidwaarts weg. Daarna breekt de zon weer door. Zaterdag en zondag blijft het droog. Temperaturen dalen wel naar 14 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.